uitleveren. Dat is hartstikke kort. Niet in waarde uit te drukken natuurlijk. Er zal vast nog allemaal eten in zitten. Ja, daar heb ik een prullenbak voor. Goedemorgen. Morgen. Koelkasten, wat doen we daarmee? Banden, ongesorteerd. Nou, hebben we toch niks meer aan. Ja, dit zijn bandjes allemaal. Dit, voor de gereedschapkist staan die. Ja, die is al achtergelopen. Hallo. Kijk voor de klep. We gaan zorgen naar binnen. Lukt het een beetje, Robert? Ja, alles is over. Ja, ja, het eerst nodig is over, zeg maar. Ja. Ik had begrepen dat je vrijdagavond ook heel laat bezig bent geweest. Ja, ik was om 11:30 thuis. Ja, ja. De computers staan er allemaal? Bijna, we gaan zo meteen alles op plaats zetten. Ja. En dan aansluiten en hopen dat het netwerk gaat werken. Ja, oké. Okay. Nou, spannende dag. Ja, zware dag. Ja, 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 ja. Komt goed. Komt goed. Wat is er nu op
Frank, nu aangekomen op de nieuwe plaats. Ja. Je bent je spulletjes aan het uitzoeken. Wat vind je ervan? Ja, leuk. Ja. Ja. Heb je er zin in? Ja. Ja, het ziet er goed uit. Ja. En ja, het is allemaal nieuw, het ruikt nog lekker vers. Dus ja. Ik vind het hartstikke goed. Ik heb ook een eigen werkplek, dus ook heel fijn. Ja, ja, een eigen monitor en zo, en ja. Computer. Ja. Dus je kan je gang gaan. Ja. En ik heb ook nog een kastje hier zo. Heerlijk. Dus vanaf maandag op naar de nieuwe werkplek. Ja, vanaf maandag ga ik met mijn fiets met aanhanger. Ja, ja, je kwam altijd natuurlijk lopend, maar ja, dat doe je nou niet meer. Hè? Nee, nee, ik moet nu even wat verder fietsen. Ja. Ja, dat is goed, hè. Ik moet een beetje trainen voor de Mont Blanc de komende zomer. Dus alles meegenomen. Nou, dan ga ik even naar het laptopje zitten. Tot 99, dat is een vrij stukje. En dan in ieder geval een paar nummertjes. Ja, dan hebben we voor de zekerheid